Bomen snoeien, daar gaat het over. Maar eerst nog even de vier wilgen die er nu nog steeds staan. Deze opnames heb ik allemaal vanuit ons keukenraam gemaakt. Inmiddels staan er huizen tussen, dus we zien ze niet meer zo. Maar we hebben nog heel veel andere bomen in de tuin. Hier in de voortuin zie je drie grote kastanjes staan. Daar hoef je niet zoveel aan te snoeien. Ook deze Robinia pseudo-acacia groeit van zichzelf. Deze Noorse asers, die lichte en die rubrum, allebei hoef je ook niet veel aan te doen. De amberboom hier op de voorgrond hoef je ook niet veel aan te snoeien. Maar de knotwilligen die je ziet en deze knotcatalpa's, trompetboompjes, die moet je elk jaar snoeien. Hier zie je dat het ook weer gedaan is en daarachter staat een leilinde, een oude, die moet je ook elk jaar snoeien. Zolang een boom gezond is en goed groeit, hoeft er meestal niet veel aan te gebeuren. Mocht die ziek worden, te oud worden, kans op afbreken, dan wordt het een ander verhaal. Of hij wordt zo groot, zoals bijvoorbeeld deze treurwilg, die heel snel groeit, dat je hem toch moet terugsnoeien vanwege de grootte van je tuin, omdat hij gewoon te groot wordt. Dit is de leilinde, de laatste van de drie die nog leeft, maar die moet echt teruggesnoeid worden. Dus dat gaat Joop zo meteen doen. Dat is een hovenier uit onze family. Die gaat dat doen, want zo'n karwei moet je echt niet zelf doen. Dat is veel te gevaarlijk. Knotwilgen, knotcatalpa's, die kun je allemaal zelf snoeien. Die kleine takjes die je hier allemaal ziet aan de lindenboom, kun je er ook wel zelf afsnoeien. Maar zo'n groot karwei, om hele stukken grote stammen weg te zagen met een motorzaag, dat kan je niet zelf en dat moet je ook niet doen. Want je ziet, dat is best wel gevaarlijk. Kijk deze video maar verder af, dan kun je dat zien. En het is wel heel belangrijk, want die boom is echt rot en hol van binnen. En als je hem dus niet terug gaat snoeien of weghaalt, dan loop je kans dat die omvalt, omwaait of dat er grote takken afbreken. Met al de gevolgen van dien. Dus, nou, veel plezier!
Nou, hier zie je hoe hol die stukken zijn die eraf gezaagd zijn. Ja, dat kan dus niet goed gaan. Dus daarom moesten ze... Nou, er komt veel hout af, dat kun je natuurlijk gebruiken. Ook de takjes die er allemaal afkomen, daar vlechten ze vroeger manden van. Van de knotwilligen kun je zelfs van die haagjes van maken. Je kunt het allemaal gebruiken. Het zaagsel ook wat je zag, dat kun je in de tuin gooien, dat is heel goed. Dit zijn een paar mooie stukjes hout. Nou, en als het karwei geklaard is, dan ziet het er zo uit. Grappig manneke vind ik het. En dan loopt ook in het voorjaar de lindeboom gewoon weer opnieuw uit.